Tot 1964 meerden alle schepen die het eiland aandeden traditiegetrouw af in Oude Schild. De TESO, Texels eigen stoombootonderneming, werd in 1907 opgericht om de bestaande veerdienst te verbeteren. Na een wankele start groeide TESO uit tot een florerend bedrijf met speciaal aangelegde havens voor het pendelverkeer met het vasteland. Daarmee werd de veerpont een volwaardig stukje Texel. Met twee schepen die af en aanvaren vanaf de speciaal aangelegde veerhaven Het Horntje is een vlotte afwikkeling van al het verkeer tussen vasteland en eiland mogelijk. Natuurlijk.